Ja, het is een gecompliceerd boek in die zin dat het een heleboel verhalen tegelijk zijn. Het is natuurlijk in de eerste plaats, dat is de titel en het omslag, het verhaal van het tribunaal van Tokio, waar mijn vader in 1946 rechter werd. Maar daarnaast heb ik toch echt ook een boek over mijn ouders willen schrijven. Dus omdat natuurlijk de belangrijkste bron voor het boek is de briefwisseling tussen mijn ouders. Mijn moeder die in Utrecht achterbleef met 5 kinderen en mijn vader die vertrok naar Tokio. En daar, het was de bedoeling dat het 1 maand of 6 of 9 zou duren, maar het heeft uiteindelijk bijna 3 jaar geduurd. Dus 3 jaar van huis geweest is. En dat verhaal van mijn moeder wordt dus dan natuurlijk vanzelf het verhaal van Nederland dat opkrabbelt na de Tweede Wereldoorlog, in die moeilijke tijden. En daarbij ook natuurlijk het wereldgebeuren, de ontbrandende Koude Oorlog. Of dat nou ontbrandde, maar in elk geval de spanningen in de wereld lopen op. De mensen maken zich ongelooflijke zorgen. En dat is natuurlijk ook een tweede verhaal. En een derde verhaal is natuurlijk de moeilijke geschiedenis van de decolonisering in Nederland, dus het onafhankelijk worden van Indonesië. Het hele proces van Tokio had natuurlijk voor Nederland vooral de achtergrond van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de verschrikkelijk slechte behandeling van de geïnterneerden en de nog slechtere behandeling van de krijgsgevangenen. En terwijl in Nederland echt het idee was van nou, we gaan die Jappen een lesje leren, gaat mijn vader dan dus naar Tokio en komt er heel snel achter dat dat verhaal ongelooflijk veel ingewikkelder ligt dan het verhaal van Nuremberg. Ja, precies. Zullen we die drie verhalen één voor één proberen op te pakken? Ja, oké. Eerst even de historische context misschien. Het is, de oorlog is afgelopen. De geallieerden besluiten dat de Japanse oorlogsmisdadigers berecht moeten worden. En ze besluiten naar analogie van Nuremberg tot een oorlogstribunaal. Ja, nou, dus het begon natuurlijk met Nuremberg. Het was ook helemaal niet vanzelfsprekend dat er een proces zou komen. De Britten, de Churchill, was er eigenlijk een voorstander van om gewoon maar een lijstje te maken met de belangrijkste naties en die standrechtelijk dood te schieten. Maar vooral de Amerikanen, zij wilden graag, dat zou geen goede indruk in de geschiedenis maken, er moet een proces komen. En op een gegeven moment heeft Stalin zich daar ook voor uitgesproken. En toen was er plotseling het internationaal militair tribunaal van Nuremberg. En dat was een enorm succes in die zin dat daar in een klein jaar alle misdadigheid van die naties gewoon tentoongesteld is. Het was voor het eerst dat mensen beelden te zien kregen van de vernietigingskampen en gewoon systematisch uitgelegd kregen wat daar allemaal gebeurd was en hoe de systematische agressie van Nazi-Duitsland in zijn werk gegaan was. Nou, toen was er dus nog die oorlog in de Pacific aan de gang. En toen die afgelopen was, een soort vanzelfsprekendheid. Nou, dan moet daar ook zo'n proces komen. En dat hebben de Amerikanen vooral opgezet, omdat dat de enige bezettende macht van Japan was. En die hebben dat een beetje megalomaan opgezet. Dus die hebben nog meer. Wat bedoel je met megalomaan? Nou, grootheid. Waanzinnig. Het moest het grootste proces van de geschiedenis moest dat worden. Waarom? Waarom moest dat zo megalomaan? Dat weet ik niet. De totstandkoming van het proces, daar heb ik niet veel bronnen over gevonden, maar ze hebben nog meer verdachten in de verdachtenbank gezet en dat heel groots opgezet. En toen kreeg je ook nog het probleem dat door de vertaling die steeds tussen het Japans en het Engels, ook Japans-Russisch en Russisch-Engels, nou in elk geval, het werd een toren van Babel. Een toren van Babel en dat ging ook dus ongelooflijk lang duren. Maar uiteindelijk is er dus een proces begonnen met 28 verdachten. En dat heeft 3 jaar geduurd. En dan kom je dus heel snel al in het verhaal van mijn vader, die dus daar naartoe gaat met het idee van nou, dat wordt een soort
overdoen van Nuremberg, maar nu voor het oosten. Jij beschrijft in jouw boek dat de stemming in Nederland is, dat gaan we even snel regelen. Dat gaan we gewoon. En dat was ook de bedoeling van de Amerikanen. Ja. He, want die hadden vooral het trauma van Pearl Harbor. Dat is daar de aanval zonder oorlogsverklaring. En dat zou ze eens eventjes de Japanners op hun bord leggen. Maar mijn vader kwam er dus heel snel achter dat Japan natuurlijk buitengewoon agressief tekeer gegaan was. In China, in de Filipijnen, in Maleisië, tegen Nederlands-Indië. Maar hij kwam er ook achter dat die Japanse regering in ieder geval heel erg zijn best gedaan had om dat volgens de regels van het volkenrecht te spelen. Van stond af aan? Van meteen af aan. En dus die oorlogsverklaring, het ontbreken van die oorlogsverklaring bij Pearl Harbor, dat was dus echt een verschrikkelijke regiefout. Waar ook zelfs al tijdens het proces van vastgesteld is van ja, dat was echt ook weer door vertaalproblemen. En door... Want die kwam niet af, Amerikanen waren niet doelbewust, niet gewaarschuwd. Nee, het was de bedoeling geweest om keurig een oorlogsverklaring af te leveren. En vervolgens, een half uur later heel efficiënt te gaan bombarderen. Meteen aan te vallen. Dat was het scenario wat ze in Tokio hadden uitgedacht. En daar ging iets mis. Dus... En dat was... En die vloot werd in de pan gehakt en dat was achteraf een van de belangrijke motieven. Ja, dus de MacArthur, de opperbevelhebber van de Amerikanen in Tokio, die zei onmiddellijk van, dit moet gewoon een krijgsraad over die aanval op Pearl Harbor zijn en verder moeten we het laten zitten. En jouw vader keek daar anders naar. Ja, dus die komt er, kwam er snel achter dat de Japanse regering weliswaar doelbewust erop uit geweest was om hegemonie in Oost-Azië te verwerven. Maar dat wilden ze doen met relatief vreedzame middelen. Namelijk in al die koloniën die dan nog in Azië waren, daar waren nationalistische bewegingen aan het opkomen. Met name in India, onder leiding van Gandhi, was dat al echt heel groot geworden. En die zagen dus aankomen... Die koloniale mogendheden, die redden dat niet. Die worden er op een goed moment uitgeknikkerd. Engeland was ook al bezig met de voorbereidingen van zekere zelfstandigheid. Amerika was als kolonisator van de Filipijnen ook al voorbereidingen. Wat op de rails gezet. Filipijnen worden onafhankelijk. En de Japanners dachten dus van nou, als dat tot conflicten leidt, dan bieden wij de opstandige nationalisten een militair bondgenootschap aan en moet dus die koloniserende mogendheid, als ze daar willen zich handhaven, moeten ze oorlog gaan voeren tegen Japan. En Japan moet dus zorgen dat het zo sterk is dat bijvoorbeeld een land als Nederland dat absoluut niet aan kan en aan durft. En dan zou dus op verloop in een verloop van tijd zou Japan vanzelf die hegemonie verwerven in Oost-Azië. Maar het probleem is dus dat dat Japanse leger en de Japanse marine, die hadden absoluut niet het geduld om dat af te wachten. En het bleek in de praktijk dus niet zo simpel om een fatsoenlijke oorlog te voeren. Nee, dus terwijl die regering had een strategie bedacht in Japan om dat te doen volgens de regels van het recht, maar het Japanse leger is herhaaldelijk gewoon maar begonnen te vechten. En dan was vaak de minister van oorlog of het Japanse opperbevel in Tokio niet eens op de hoogte dat ze dat wilden gaan doen. Dus twee grote incidenten waarmee de oorlog in China in 1931 en 1937 begonnen is. Dat is gewoon door plaatselijke commandanten zijn ze daar gewoon maar begonnen. En dat waren niet zomaar oorlogshandelingen, daar zijn natuurlijk, hebben zich verschrikkelijke gruwelijkheden voltrokken. Ja, de oorlog in China is vanaf het begin ongelooflijk gewelddadig tegen de Chinese bevolking geweest. En dat heeft het eerste dieptepunt daarbij is de Rape of Nanking. De plunderingen en moordpartijen in de toenmalige hoofdstad van nationalistisch China, Nanking. En daar zijn
Nou, er is niet eens heel onduidelijk hoeveel mensen, maar daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Ja. En dat is ook nooit meer opgehouden. Dus overal waar dat Japanse leger binnenviel, hebben ze binnen de kortste keren zich ook immens gehaat gemaakt bij die lokale bevolking. Ook heel tegenstrijdig. Hè? En ook bij die emancipatiebewegingen. Ja, terwijl Japan echt erop op aard was om, nou ja, dan wel de leidende mogendheid te worden, maar dan moet je dus ook natuurlijk die andere landen tot bevriend maken. Nou, en dat is van geen meter is dat gelukt. En als zoals jouw boektitel zegt, jouw vader geen ontzag had, ja, voor wat of voor wie had hij dan geen ontzag? In de eerste plaats voor de hele organisatie van het proces. Hè, waarbij dat die vooropgezette mening die in de aanklacht zat van de totale agressiviteit van Japan en de totale misdadigheid van de Japanse politiek, daar zag hij onmiddellijk de nuances van. Ja, dat Japanse leger had zich verschrikkelijk misdragen, maar de Japanse politici hadden eigenlijk het spel volgens de regels willen spelen. En je zou kunnen zeggen dat de regie ontbrak. Dat mag je absoluut zeker zeggen. Japan was in de jaren 20 en 30 afgezakt tot een echte militaire dictatuur. Zij het volkomen legaal, hè? Dus geen staatsgreep of wat. Maar het leger maakte de dienst uit. En burgerpolitici hebben daar nooit meer greep op gekregen. Terwijl er dus zeker aan het eind jaren 20 nog een enkele keren verkiezingen geweest zijn in Japan, waarbij in het parlement een meerderheid was die absoluut niet met de nationalistische ultra-agressieve militair mee wilde gaan. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat men bij de westerse geallieerde mogendheden helemaal niet zat te wachten op iemand die probeerde begrip op te brengen voor de Japanse regering uit die tijd. Nee, dat is ook echt een enorme frustratie van die organisatoren van het proces geweest. Maar dat is een van die megalomane trekjes van het proces. In Nuremberg waren vier rechters, van de vier grote mogendheden, of wat dan als zodanig gold. In Tokio waren dus alle landen die met Japan in oorlog waren geweest, hadden een rechter gestuurd. Dat waren er 11. En dus vanaf het begin ook was in de gesprekken tussen die rechters, als ik dat uit die brieven van mijn vader begrijp, dachten ze van ja, dat er conflicten zullen komen, dus dat we het niet eens zullen worden met z'n 11, dat zit er eigenlijk wel dik in. Maar dat is in die zin uit de hand gelopen, dat de Britten voor elkaar gekregen hadden dat hun oude kolonie India mocht ook een rechter sturen. En dat werd dus een Indiase nationalist, Radaminot Pal. En die kwam in Tokio aan en zei onmiddellijk van, jongens, u doet maar wat u wilt, maar ik ga alle Japanners vrijspreken. Want Japan heeft een anti-kolonialistische, anti-imperialistische oorlog gevoerd. En daarbij is wel van alles misgegaan, maar in principe was dat een gerechtvaardigde oorlog en heeft Japan niet anders gedaan dan jullie, die koloniserende mogendheden, Engeland, Frankrijk, Nederland, Amerika, wat jullie in Azië gedaan hebben, en dat was gewoon een gerechtvaardigde oorlog. Ja, want die geallieerden hadden op hun manier in het verleden ook natuurlijk verschrikkelijk veel geweld gebruikt om die koloniën onder de duim te houden. Denk maar aan de Atje-oorlog en al die campagnes, ja, in Lombok, Bali. Ik bedoel, ook in het Nederlands hebben natuurlijk in Indonesië ongelooflijk veel geweld gebruikt. Ja. Ja. Stond die, laten we zeggen, dat standpunt van deze Paul uit India is volstrekt duidelijk, denk ik. Hè? Ja. Was jouw vader het helemaal met hem eens of is hij opgeschoven? Wat is er nou gebeurd? Het toeval was dus dat Röhling als rechter van een klein land en helemaal aan het einde van de rechtersbank zat. En naast hem kwam dus op het moment dat Pol, die wat later arriveerde in Tokio, kwam naast hem Pol te zitten. Die zittingen duurden eindeloos, hè, omdat ze steeds moesten wachten op vertalingen. En ja,
Pol en mijn vader, die raakten aan de praat en die raakten bevriend. En Pol heeft dus wat betreft dat anti-imperialistische, anti-kolonialistische karakter van de oorlog, heeft hij enorm veel invloed gekregen op mijn vader. Die was daar, die vond dat een heel aannemelijk verhaal. En zou je kunnen zeggen dat je vader daarin beïnvloed is? Of? Zeer, zeer sterk beïnvloed is. Nou, wat je suggereert in je boek, of wat je zegt, stelt in je boek, volgens mij, je baseert je op een zeer persoonlijke briefwisseling tussen je vader en je moeder, ja, waarvan een deel behouden is gebleven. En jouw moeder oppert in die brieven dat hij ook beïnvloed zou zijn, behalve door, ja, deze India's rechter, ook nog door allerlei mensen. Ja, door Japan. In Japan. Laat ik eerst nog afmaken. Je vroeg, was hij het nou met alles eens met Pol? Ja, Pol heeft grote invloed op hem gehad. Maar aan de andere kant bleef mijn vader veel meer alert op de misdadigheid van dat Japanse leger. Meer dan hij? Terwijl Pol dus de misdaden van het Japanse leger gewoon wegstreepte tegen de geallieerde oorlogsmisdrijven, met name de atoombommen, waarvan hij zei van dat was dus een absolute oorlogsmisdaad. Terwijl mijn vader in die zin genuanceerder bleef. Die zei van, nee, oké, dat anti-imperialistische karakter, dat is, vind ik, aannemelijk. Maar dat splijt het Japanse leger niet vrij. En dus uiteindelijk heeft mijn vader zelfs meer mensen ter dood veroordeeld dan er uiteindelijk geëxecuteerd zijn. Maar misschien is dat, om dadelijk nog op terug te komen. Maar dus in die zin, hij werd sterk beïnvloed door Pol, maar bleef ook onafhankelijk in zijn oordeel. Maar tegelijkertijd was hij zeer kort na zijn aankomst in Tokio, had hij al bedacht van, ik moet mij verdiepen in Japan. Dus hij is als een bezetene gaan lezen over Japan. En heeft vanaf het begin, in tegenstelling denk ik tot veel collega's, heeft hij ook gewoon contact gezocht met Japanners. He, dus hij wilde verschrikkelijk graag muziek maken. Hij was een zeer gedreven amateur-violist. Maar speelde graag kamermuziek, strijkkwartet, trio, sonaten spelen. Dus hij heeft via de Japanners met wie hij in contact kwam geprobeerd en is ook erin geslaagd om Japanse partners te vinden om mee te spelen. En hij is ook, als dat kon, gaan praten met Japanners. Dus ik stel mij voor dat hij, want hij is jaren van huis geweest, ja, bij zijn gezin weg, dat hij zich ook verschrikkelijk alleen gevoeld. Hij had ook behoefte waarschijnlijk aan contact. Er was natuurlijk een enorm sociaal leven in Tokio, cocktailparties, recepties. Het hield niet op en hij werd daar ook wel gek van en vond dat ook heel erg leuk, maar aan de andere kant, het bevredigde hem heel snel dat feestjes geklets, absoluut niet. En heeft dus geprobeerd in contact te komen met Japanners. En dat is op zo'n manier goed gelukt. Hij maakt kennis met de schrijver Michio Takeyama, een antimilitaristische docent Duits en geschiedenis, als ik het goed heb, die dus echt anti die Japanse legerpolitiek was geweest. En daar gaat hij mee praten. En die legt hem dus, Takeyama probeert hem begrip bij te brengen van, nee, dat leger, dat deugde niet. Maar er is een ander Japan wat daar ook helemaal niks van wilde weten. En op die manier verdwijnen ook de clichés over Japan en Japanners uit het denken, ja, van jouw vader. Ja, dus hij blijft de Japanners hebben geen eigen wil, ze hebben de vreedheid van de Japanners. In hun natuur. Ja, dat soort dingen, daar neemt hij heel snel afstand van. Maar op zo'n manier dat mijn moeder denkt, inderdaad, uit zijn brieven van, zeg, je wordt ingepakt. Ja, want hij kreeg privileges, er waren leuke dames bij. Ja, hij gaat dus muziek maken, doet hij met een jonge Japanse pianiste, Utako Haraguchi. En
Ik weet niets zeker, maar de manier waarop hij foto's van haar bewaard heeft en wat hij verteld heeft toen hij helemaal op het eind van zijn leven, toen hij ongeneeslijk ziek geworden was, maak ik uit op dat dat zijn Japanse vriendin is geweest. En dat soort avonturen, daar heeft hij zich inderdaad zeer met veel overtuiging in begeven. En die zouden met elkaar dus ook gezorgd kunnen hebben voor uiteindelijk wellicht een ander oordeel. Over Japan, ja. Over Japan, maar misschien dus ook wel over de mensen die terecht stonden. Ik denk dat hij dat goed uit elkaar gehouden heeft. Dus wat het resultaat is geweest van die beïnvloeding door de Japanners, is dat hij inderdaad dat beeld van eigenlijk een in wezen vreedzaam Japan, wat gekaapt was door kwaadaardige militairen, dat heeft hij overgenomen. En dat is een beeld waar je echt aardig wat vraagtekens bij kunt zetten of dat nou zo zwart-wit is. Hè. Ik bedoel, het enthousiasme voor die expansionistische politiek van Japan was echt heel groot in de jaren 20 en 30 hoor, in Japan. Maar er was ook een andere kant, absoluut. Dus daarin is hij echt beïnvloed op een manier waarop je achteraf denkt van hij heeft zich zand in de ogen laten strooien. Maar anderzijds, hij gaat daar dus niet zo ver in mee dat hij daar de misdadigheid van die militairen uit het oog door verliest. Heeft hij? Want hij stond onder druk. Op een goed moment heeft hij. Maar dat is eigenlijk weer een ander verhaal van de misdadigheid van agressie. Maar even kijken of we nou klaar zijn met die beeldvorming van Japan. Want ik vind wel degelijk dat hij zich, dus dat hij te ver gegaan is in dat begrip voor Japan. Ja. Bijvoorbeeld is het belangrijkste voorbeeld daarvan dat hij dus altijd verdedigd heeft het feit dat de Japanse keizer niet in de beklaagde bank terechtgekomen is. Nou, achteraf, en dat is echt dus pas duidelijk geworden na de dood van Hirohito, en dat is dus ook ver na de dood van mijn vader, is duidelijk dat Hirohito een totale opportunist was, die zich aan alle kanten heeft ingedekt, hè, dus zowel naar de zijn westerse gesprekspartners, met name bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassadeur in Japan, Joseph Grew, die duidelijk gevoerd wordt met berichten van de keizer maakt zich ongelooflijke zorgen over die militaristische avonturiers, daar moet hij niets van hebben. Terwijl duidelijk is dat Hirohito voortreffelijke contacten met het leger had en een uitstekende verstandhouding met de hoofdverdachte in Tokio, de oud-premier generaal Hideki Tojo, een keiharde havik uit het Japanse leger die premier was ten tijde van het begin van de Pacific War, van Pearl Harbor en zo. Nou, het was een man met wie Hirohito uitstekende contacten onderhield. Dus in dat opzicht heeft hij zich inderdaad echt laten misleiden. Hirohito had ook terecht moeten staan. Vind ik wel. En dat is ook, dat is toch achteraf, de achteraf het gevoel. Achteraf het gevoel door de, met name die grote biografie van Hirohito door Herbert Bix. En dat maakt ook zo duidelijk hoe lastig het is om te generaliseren over dit soort dingen. Herbert Bix is een Amerikaanse Japanoloog. Uitstekend Japans, maar is hoogleraar in Tokio. Dat was hij in elk geval op het moment dat hij dat boek schreef. Die heeft het Japanse, vooral Japanse onderzoek na de dood van Hirohito over die oorlog, ja, samengevat in een biografie die echt vernietigend is. Dat is heel duidelijk. Dus het is wel pikant, omdat Hirohito is in 1971 is nog een staatsbezoek gebracht aan Nederland, waarbij de ex-geïnterneerden en de krijgsgevangenen echt diep gekwetst
afschuwelijk beledigd waren. Aangevoerd door de cabaretier Wim Kan. Aangevoerd door de cabaretier Wim Kan. Die dat absoluut niet aankonde dat daar een man met eer ontvangen werd in wiens naam zij jarenlang de meest vreselijke dingen hadden meegemaakt. In de concentratiekampen. Ja. Dus toen heeft mijn vader echt dagelijks in interviews, dagelijks op de televisie uitgelegd van nee, dat zien jullie echt verkeerd. Er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen in de oorlog gebeurd, maar Hirohito had daar niets mee te maken. Nou ja, dat is dus niet het geval. We komen erop doordat ik jou vroeg, heeft hij stand gehouden? Ja, want hij stond onder druk. Ja, nou, in dit soort dingen heeft hij geprobeerd zijn eigen weg te vinden, heeft hij dus ook een eigen standpunt ingenomen en dat inderdaad volgehouden. En daar kun je dus achteraf kritiek op uitoefenen, maar intussen, in grote lijnen, vind ik het inderdaad buitengewoon knap hoe hij inderdaad in die waanzinnige hoeveelheid informatie die over hem uitgestort werd, daar toen al een aantal lijnen heeft uitgezet die achteraf heel aannemelijk zijn. En dan natuurlijk zijn er ook een aantal punten waarop je achteraf zegt van nee, daar heeft hij zich laten misleiden. Maar hij was absoluut niet de enige. Maar er is dus een wat algemene vraag en daar is het conflict over begonnen. Dat hij gaat zich dus hij gaat zich echt inlezen en in een studie maken van ja, hoe die oorlog in het oosten ontstaan is. En hij komt vrij snel tot de conclusie dat op het moment dat die oorlog uitbrak, agressie geen erkende misdaad was in het bestaande volkenrecht. En dat is dus een ongelooflijk belangrijk punt, omdat in Nuremberg daar agressie van een mogendheid. Van een mogendheid. Ja. Dus niet op individueel militair niveau. Nee. Waarin waarop de ene soldaat schiet op de ander, want dat hoort bij oorlog. Oorlogsrecht. Maar daar waren allerlei. Maar een natie die besluit om agressief te zijn jegens een andere natie. Dat was weliswaar in een aantal verdragen tussen de twee wereldoorlogen. Met veel verbaal geweld veroordeeld en gezegd van dat doen we niet meer. Maar er was geen enkele sanctie aan verbonden, er was geen enkele duidelijke afspraak gemaakt voor wat agressie was. Maar volgens het volkerenrecht niet strafbaar. En volgens het volkerenrecht was dat niet strafbaar. En dat was wat hij uitvond. Daar komt hij achter, want toen hij naar Tokio ging wist hij erg weinig van dat internationale recht en internationaal strafrecht bestond er al bijna nauwelijks. Dus hij komt daarachter. En op het moment dat de rechtbank moet antwoorden op, dat heet dan moties van de verdediging, die zeggen van in de aanklacht, zoals die nu in dat tribunaal geldt, daar zijn misdaden geformuleerd die helemaal geen niet bestaan. En daar moet dus de rechtbank op antwoorden. Daar moet mijn vader aan meedoen. En hij komt tot de conclusie, nee, dat kan niet. Dat kunnen we niet doen. En daar krijgt hij dus een groot conflict over met zijn collega's. Want die zeggen, nee, luister eens, wij spreken hier recht op basis van een handvest. Dat handvest dat is overgenomen van het handvest van Nuremberg. En daar is gewoon in een grondslag van het tribunaal vastgesteld. Agressieve oorlog is een misdaad tegen de vrede. En wij gaan alleen vaststellen of die misdaad door de verdachten die wij voor ons hebben gepleegd is. Maar of die misdaad inderdaad geldig is volgens het volkenrecht, dat is niet onze zaak. Jij zegt hij is erom te bewonderen. Om dat standpunt, maar nogmaals, tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat men in de westerse wereld helemaal niet zat te wachten op iemand die genuanceerd dacht over deze juridische haarkloverijen. Een soort volkerrechtelijke hoogstandjes. Ja. Ja, daar krijgt de Britse rechter, dat is Lord Patrick uit Edinburgh, krijgt daar inderdaad vrij snel genoeg van. En daar moeten dus discussies hebben plaatsgevonden waar ik helaas heel weinig gedetailleerde verslagen van heb gevonden. Maar daar moeten discussies hebben plaatsgevonden. En die
Patrick, die zegt op een goed moment van, ja, die Reuling, die, dat is een... Een lastpost. Een lastpak. En die rapporteert dat naar het Foreign Office in Londen. En het Foreign Office neemt contact op met Buitenlandse Zaken. En zegt, weten jullie wel wat die rechter van jullie daar aan het uitvreten is? En dan krijgt... krijgt mijn vader dus brieven daarover en wordt er ook een diplomaat langs gestuurd om te horen wat daar nou eigenlijk aan de hand is. Lees en, om hem onder druk te zetten. Om hem toch min of meer onder druk te zetten. Want in Nederland was het gevoel, die slechterikken daar in Japan, die moeten zonder pardon gestraft. En ook heel sterk het gevoel van, wij hebben de steun van de vroegere geallieerden, dus van Amerika, van Engeland, hebben we hard nodig in ons conflict in Indonesië. Dus daar moeten we geen op deze manier ook nog weer kwaad bloed gaan zetten. Ja, ja. Dus die zijn. Dat was ook nog eens een politiek motief. Echt een politiek motief. En nou, hoe is dat gegaan? Het is een briefwisseling geweest waarbij. Mijn vader, nou, dat heb ik uitvoerig in het boek geciteerd. Echt, vind ik, op onaanvolgbare wijze gewoon beargumenteerd waarom hij een bepaald standpunt inneemt. Dat is echt glashelder, legt hij dat uit. En daar hebben ze ook inderdaad niet van terug. Want achter elkaar zijn de mensen met wie hij daarover in gesprek raakt, die heeft hij binnen de kortste keren overtuigd. Dus er komt op een gegeven moment de diplomaat dokter Han Boon, komt in Tokio langs, een historicus. En die praten een tijd en reizen ook door Japan in de zomer van 1947. En het rapport wat Boon dan maakt, dat loopt over van, nou ja, ja, die man heeft gewoon gelijk. Dat klopt gewoon. In Tokio heeft mijn vader ook heel veel gepraat met het hoofd van de Nederlandse legatie. Dus Nederland had nog geen ambassadeur, dus dat was een militaire missie. Dus dat heet dan het hoofd van de legatie. Het hoofd daarvan was generaal Wiep Schilling. Een militair die dus in Japanse krijgsgevangenschap had gezeten. En daarna met de Nederlandse regering overhoop kwam te liggen omdat hij naar zijn schatting Nederland absoluut niet kon winnen van de Indonesische nationalisten. Hij wordt dus naar Tokio afgeschoven om met deze... Hij was ook lastig. Ook lastig. Maar dat was een man met wie mijn vader verschrikkelijk goed kon praten. En ook die heeft al heel snel het idee van, hij heeft gewoon de goede argumenten. En dat heeft er dus toe geleid dat, terwijl in Den Haag een aantal ambtenaren van Buitenlandse Zaken en ook de bewindslieden zeiden van nou, laat die man alsjeblieft niet lastig zijn. Dus minister Van Boetselaar schrijft een paar echt behoorlijk kribbige telegrammen naar Tokio. Maar het leidt er dus toe dat met name op instigatie van Boon er een soort compromis gevonden wordt. Dus dat mijn vader de grondslag van het proces geaccepteerd heeft in die zin dat hij de misdaad tegen de vrede als een politiek misdrijf accepteerde. En dat betekent dus dat hij vond dat de geallieerden, de overwinnaars, het recht hadden om Japanse politici te interneren, gevangen te zetten, omdat ze mogelijkerwijs een gevaar voor de vrede zouden blijven. Maar hij wilde ze niet straffen. En omdat hij dus wel heel erg voorstander was van de ontwikkeling van dat internationale strafrecht, denk ik dat zijn oplossing was van, oké, wij beoordelen wel of die misdaden tegen de vrede er geweest zijn. En als wij tot de conclusie komen dat ze er geweest zijn, dan veroordelen we ze, maar we leggen geen straf op. En dat is overigens speculatie van mijn kant, hoor, want hij heeft zich nooit zo precies over uitgelaten. Het voordeel daarvan zou zijn dat er dus daarna een precedent is. Dus dan heb je een tribunaal gehad wat vastgesteld heeft dat
er misdaden tegen de vrede gepleegd zijn. Daar zijn op dat moment geen straffen voor opgelegd. Maar mocht het nog een keer gebeuren, dan heb je dus een precedent. En een grondslag voor een verder. Toekomstige rechtspleging. Ja, en zo heeft dat, lijkt het, ook gewerkt. Dus op het moment dat in de jaren 90 het internationale strafhoven in Den Haag weer zijn gaan werken, wordt er dus dan ook teruggekeken naar Nuremberg en Tokio. En is er uiteindelijk met veel moeite wel een definitie van wat agressie is gevonden. En wordt er geprobeerd daar dus toch een soort rechtspraktijk, een internationale rechtspraktijk, op basis daarvan vast te stellen. En daarmee klinkt eigenlijk de stem van jouw vader door tot op de huidige dag. Ik hoop het, ja. Ik ben er niet helemaal zeker van. En de juristen die ik daarover gesproken heb, zijn ook niet helemaal eenduidig daarin. Maar dat is wel degelijk, zou je kunnen zeggen, echt de waarde van zijn werk. En onderwijl zat jouw moeder in een Utrechtse straat. Ja. Met hoeveel kinderen? Vijf kinderen. In een land in opbouw. Ja. Alles op de bon waarschijnlijk nog. Schaarste. Schaarste. Weinig geld, stel ik weinig voor. Weinig geld. Mijn vader verdiende bij de Utrechtse rechtbank, waar hij dus toch echt, ja, gewoon een van de raadsheren was, 462 gulden per maand. Dus dat is iets meer dan 200 euro. En nou denk ik wel dat de geldontwaarding, daar kun je dus 10 of 20 maal, maar dan nog echt bespottelijk weinig geld. En als je al geld had, er was niets te koop. Dus het was echt een buitengewoon benard bestaan. Want er is een zeer persoonlijke kant, hè, aan dit boek, die briefwisseling waar jij uit citeert, die voor een deel in jouw handen gekomen is, een deel is verdwenen, als ik het goed begrijp. Ja. Die zoomt echt heel ver in op het persoonlijk leven van beiden. Ja, het was gewoon, ook dat is in deze tijden van de communicatiemiddelen niet voorstelbaar. Dat je 3 jaar van huis bent en dat de enige manier om van communiceren zijn brieven die er 14 dagen over doen om te komen. Dus als je iets schrijft, dan kun je op zijn vroegst een maand later weer een reactie op wat je geschreven hebt verwachten. In een naoorlogse wereld die in de war is, in een intellectueel milieu waar men zich zekere morele vrijheden permitteerde. Wat bedoel je? Jouw ouders waren aan het uitzoeken of ze, als ik goed begrijp, of ze monogaam moesten blijven, ja of nee. Ik probeer het heel behoedzaam uit te drukken. Mijn vader was niet monogaam. Ik heb geen enkele aanleiding om te twijfelen dat mijn moeder dat wel was. Maar die had daar wel moeite mee. En dat is dus een van de thema's in die briefwisseling. Is dat mijn vader niet kan laten om steeds te vertellen hoeveel leuke vrouwen hij ontmoet op al die partijtjes en feestjes en over het dat hij gaat dansen met Amerikaanse meisjes en dansen met een Chinese prinses in het Imperial Hotel, et cetera. Dat is een opeenstapeling van feest en vrouwelijk schoon. Verleiding. En daar kan mijn moeder, dus op een gegeven moment heeft dat echt helemaal gehad. En krijg je daar wel degelijk ook, ja, conflicten. Want over. Ik stel deze kleffe vraag. Omdat het voor jou, ik stel mij voor dat het voor jou wel zo ingewikkeld is om naar dat soort details in het leven van je ouders te kijken. En daar vervolgens dan ook nog op een kiesche manier over te schrijven. Ja, was dat nou lastig of is dat een speciaal probleem? Ik ben zelf een groot liefhebber van de openheid hierin, een beetje in de traditie van de Bloomsbury Group. En dat waren ook toch in mijn ouderlijk huis echt helden, laten we zeggen, Bertrand Russell en Lytton Strachey. Ja, maar dat was een links
voortstrevend milieu, toch? Bij jou thuis. Ja, dat was. Ik herinner me dat de autobiografie van Bertrand Russell verscheen in die jaren. En dat werd gelezen. Mijn vader was een groot bewonderaar van hem. En dat is dus ook zo'n autobiografie waarin hij over de manier waarop er met de huwelijkstrouw omgesprongen werd, niet in acht genomen werd. En daar werd wel over gesproken bij mij thuis. En dat werd van, god ja, als dat mogelijk is, dan is dat toch ook een manier waarop je de persoonlijke relaties kunt regelen, kunt beleven. En daar hadden ze wel bewondering en begrip voor. Maar zou je kunnen zeggen dat je je ouders pas werkelijk goed hebt leren kennen toen je kennis nam van die brieven? Ja, absoluut. Ja, dit zijn dingen die natuurlijk niet echt ter sprake kwamen. Ik noemde net al even op het moment dat mijn vader echt ziek werd en wist dat hij dat niet ging overleven. Toen had hij wel behoefte om te vertellen van, ja, ik moet toch wel weten, hè, dat in Tokio Japanse en Amerikaanse vriendinnen heb gehad. Het was ook een soort, de seksuele revolutie was daar overheen gegaan. Hij wou toch even duidelijk maken dat hij toch ook geen zo'n suf jaren 50 imago, dat absoluut niet ter zake was. En ik vond dat ik dat in het boek hoorde. Ja. Dus is het ook ontroerend om er naar te kijken op die manier? Ik neem mezelf kwalijk dat ik het altijd eigenlijk in die tijd, of toen mijn ouders nog leefden, gedacht heb van, ja, dat moet ook kunnen. Hè, dat ik ben in die zin toch echt wel een klap van de jaren 60 meegekregen. Dus ik neem mezelf kwalijk dat ik te weinig begrip heb gehad voor het verdriet dat mijn moeder daarvan gehad heeft. Want die had die behoefte, denk ik, minder. Ik heb er nooit met haar over kunnen praten, maar zij had dat minder. Je moet ook niet vergeten dat mijn ouders hadden echt een waanzinnig romantisch huwelijk waar ze begonnen. Dus, mijn moeder was 18 toen ze elkaar leerden kennen, mijn vader 22. Hadden allebei worstelden met hun ouderlijk huis waar ze zich in beklemd voelden. Mijn moeder vooral door een slechte verstandhouding met haar moeder. Mijn vader door de afval uit de katholieke kerk en ook dus grote problemen met beide ouders. Ze leren elkaar kennen en hebben binnen de kortste keren het idee van, wij gaan het samen doen en we gaan het helemaal anders doen. We gaan het helemaal opnieuw. En ze gingen echt de liefde en het huwelijk samen uitvinden. En hebben dat tot op grote hoogte volgehouden. Maar op een goed moment, ja, is mijn vader toch als een soort adelaar, heeft hij het nest verlaten om de wereld te veroveren en een rol te gaan spelen in de grote wereld. En toen heeft mijn moeder hem niet meer kunnen bijhouden. Zo schrijft ze dat ook in een van die brieven. Dat hij weg is gegaan en dat ze bang is dat ze hem kwijt is. Mijn moeder heeft grote moeite gehad met de ontrouw van mijn vader. En ik heb daar, vind ik, te weinig begrip voor gehad. Maar het is in elk geval, mijn vader was, ja, had dus vriendinnen zijn leven lang. Maar hij is natuurlijk altijd teruggekomen en was een ongelofelijke workaholic. Dus als kind heb ik hem eigenlijk altijd meegemaakt als iemand die achter zijn bureau zat. Of op reis was. Hè? Want ook nadat hij teruggekomen was uit Japan, ging hij heel vaak naar congressen. Hij is ook een tijd lang in de delegatie van de Nederlandse regering naar de Verenigde Naties. Was hij gewoon 3-4 maanden per jaar in New York. Omdat hij zich ontwikkelde tot een volkenrecht deskundige. Als juridisch adviseur van de delegatie. Hij was altijd aan het werk. En dan
ja, als kind denk je van, nou, laat dat ook maar zo. En daarom was het zo bijzonder om in die brieven echt te leren kennen van een persoonlijke kant die ik gewoon nooit had meegemaakt. Want hij was verder, als hij er was, een hele attente en zorgzame vader ook wel. En niet erg geneigd om over persoonlijke ditjes en datjes te praten of om naar het huiswerk te informeren. Maar het was absoluut een leuke vader die weliswaar het liefste over zijn werk praten en dat heel lang en veel kon doen. Maar verder een heel warm en rijk gezinsleven. Maar er zat dus een geschiedenis achter die ik absoluut niet kende. Naar Nederlands-Indië of ja. Indonesië, zo je wilt. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Het is natuurlijk belangrijk in de beleving van Nederland van die oorlog. Het beeld van de oorlog in de Pacific is toch de vernedering die Nederland heeft ondergaan door dat Japan daar in een paar weken het koninklijk Nederlands Indisch leger oprolt, hè, zonder dat er eigenlijk enige tegenstand geboden kan worden. En als die oorlog afgelopen is, dan zijn er dus in Nederland ontzettend veel mensen die denken van, nou ja, goed, het was een ongelukkig intermezzo, maar het gaat gewoon door op de oude voet. En dat is echt een verschrikkelijke misrekening geweest met buitengewoon tragische gevolgen. Want de Japanners waren weliswaar gekomen met de leuze van Azië voor de Aziaten en de westerse imperialistische kolonisatoren moeten eruit. Maar zeker die mensen van het leger en dus de nationalisten ook in de Japanse regering waren ze in de praktijk eigenlijk toch bezig Japanse koloniën te veroveren. En bijvoorbeeld Indonesië werd in die eerste jaren na de Japanse bezetting, ja, wat de Japanners daar gedaan hebben, is gewoon een Japanse kolonie stichten. Gewoon de Indonesië annexeren. Ja. Maar waarom is het in jouw boek belangrijk? Het is in het boek zo belangrijk, omdat in dat proces, of het is dus eigenlijk de witte vlek, de blinde vlek in het proces. En dus dat ze weliswaar een prachtige aanklacht hadden met allemaal dus die misdaden tegen de menselijkheid, tegen de vrede, de conventionele oorlogsmisdaden. Maar om dat kolonialisme, daar wordt als een soort hete brei heen gedraaid. Omdat wij precies hetzelfde hadden gedaan als wat de Japanners deden. Japanners deden. En het is ook van belang, en mogelijkerwijs moet daar nog eens echt verder dan, want ik ben daar niet heel erg diep in gedoken, maar het is heel interessant dat de Nederlandse aanklacht is in Tokio heel goed ontvangen, omdat de Nederlandse aanklager, en met name de assistent-aanklager Sinnige Damstee, dat was een advocaat uit het oude Nederlands-Indië, die dus majoor in het leger geworden was en dan als aanklager naar Tokio zou gaan, die heeft in die aanklacht er heel veel van gemaakt van die Japanse annexatie van Indonesië. En dat was dus voor de, in de aanklacht paste dat heel goed, nou, hè, als Japan, als agressor, als niet als bevrijder van Azië, maar als land dat zelf daar als imperialistische pretenties had. En dat is dus in het proces niet erg uit de verf gekomen. Maar als je nou achteraf naar de betekenis van het tribunaal kijkt, dan is dat een aspect wat absoluut van belang is om naar voren te halen. En waarbij dus enerzijds die Nederlandse aanklacht, of het Nederlandse aandeel in de aanklacht, meer hout snijdt dan waar de
Amerikanen, de Filipijnen aanklacht, de Britten zich mee bezig hielden, die eigenlijk voornamelijk bezig waren met die conventionele oorlogsmisdaden tegen de burgers of de mishandeling van de krijgsgevangenen. En dat dat dus echt een principiële zaak is, waarbij is ook de correctie op het beeld van dat proces echt nodig is. Van nee, dat Japan was wel degelijk op een manier bezig die in dat proces meer aan de orde had moeten komen. En in Nederland had het natuurlijk vooral die aandacht omdat ruim 100.000 mensen die in die interneringskampen gezeten hadden, daar bovenop nog 40.000 krijgsgevangenen. Sterftecijfers, daar lopen uit één, dat wordt meestal 13% van de geïnterneerden, 35% van de krijgsgevangenen omgekomen. Als je alle ellende die in de boeken over die kampen en over de Burma-spoorweg leest, dan heb ik vaak nog het gevoel van, goh, valt eigenlijk best mee dat toch 3 van de 4 krijgsgevangenen dat nog overleefd heeft. Maar het is natuurlijk heel, heel erg wat daar allemaal gebeurd is. En dat leefde dus in Nederland ook zo heel erg. De overschatting van die, het leed in de kampen is natuurlijk toch het beeld van overschatting. Het blind staren op die ellende in die kampen. En nogmaals, die ellende is heel groot geweest. Maar nou ja, dat is natuurlijk de controverse die daar. Was dat 1981, geloof ik, naar aanleiding van de roman Bezonken Rood van Jeroen Brouwers. De controverse Brouwers-Kousbroek. Die ging toch eigenlijk meer over de historische. Nou ja, die gaat erover. Over de waren er wel of niet wachttorens? Niet wel wachttorens, maar ook van. Kousbroek's boodschap was toch eigenlijk. Van, ja, er is veel ergs gebeurd, maar je moet dat niet overdrijven. En dat, ja, het Oost-Indisch kamp-syndroom. En dat is toch in de Nederlandse verbeelding, ik heb natuurlijk heel veel daar de afgelopen jaren over gelezen, overheerst dat nog steeds het beeld. En ik denk dat het Ik heb geprobeerd tegen dat proces opnieuw aan te kijken en daar toch iets meer de nuance in te zoeken. In de periode waarin jouw boek verscheen er ook een roman van Kees van Beinum. Ja. Over een rechter die geen ontzag had. Ja. Hoe kijk je naar die roman? Dat is een echt wat je noemt, de Volkskrant noemde dat. De belangrijkste literaire rel van 2014. Het hele verhaal dan even in het kort. Ik ben met dit boek begonnen eigenlijk al in mijn studententijd. Want ik studeerde geschiedenis, hoorde heel vaak verhalen over het proces. Er werd gewoon veel over gesproken thuis. Dus ik, op een goed moment dacht ik, ik ga daar een scriptie over schrijven. Want er is op dat moment toch heel weinig. Die scriptie is grandioos mislukt, omdat het was op dat moment een last die ik absoluut niet kon tillen. Dat was de aanzet tot dit boek, vermoedelijk. Dus ik ben er op een goed moment mee opgehouden. Ik ben een hele andere richting in die geschiedenis uitgegaan. Mijn vader was overleden. En daarna is dus het pijnlijke geweest dat mijn moeder een groot aantal brieven vernietigd heeft. En die kon bepaalde aspecten van dat verleden kon zij niet meer goed onder ogen zien. En ik was daar ook zo boos, verdrietig en kwaad over, dat ik nooit meer naar wat er dan over was heb gekeken. Maar toen was het zo dat in 2007, 8 jaar geleden, de Japanse publieke omroep, NHK, bij mij aanklopte middels zijn Nederlandse correspondent. En vroeg, wij gaan een documentaire maken over het proces. Wat is er nog?
Nou, op dat moment had ik er helemaal daar nog niets van gezien. En kon ik dus alleen uit wat ik wist, gewoon uit de verhalen die ik kende, daar iets over zeggen. Ik heb zelfs een klein interview gehad. Er zit een halve minuut in die documentaire, ben ik ook nog aan het woord. En dat is een hele goede documentaire geworden, waarin Japanse regisseur Takagi in een mooie, lange, ruim een uur, uitlegt dat dat proces geen doorgestoken kaart was, in de zin van dat het van tevoren vaststond wat eruit zou komen. Nee, het is absoluut een proces geweest waarbij ze geprobeerd hebben recht te vinden. En dat is in Japan zo'n belangrijk verhaal, omdat daar de neo-nationalisten, de nieuwe militaristen, nogal propaganda maken met het idee van de Indiase rechter heeft alle Japanners vrijgesproken. In die oorlog is inderdaad misgegaan wat er in alle oorlogen misgaat, maar Japan was absoluut onschuldig. En daarom is voor mensen die daar genuanceerder over te denken, is het van belang voor Japan, de Japanners, en die zitten veel in die publieke omroep daar, om een genuanceerder beeld te geven van dat proces. Dat met alle kritiek die je daarop kunt hebben, dat is wel degelijk een poging tot een eerlijk proces geweest. Nou, regisseur Takagi was door die documentaire ook zo door het onderwerp gegrepen dat hij zei, ik wil een dramaserie gaan maken voor de Japanse televisie in eerste instantie. En die had dat ook heel goed uitgezocht, wat er met dat proces allemaal aan de gang was. En was dus ook gestuurd op die rol van die rechter Reuling, die naar Japan gaat met het idee, we gaan ze een lesje leren. En binnen de kortste keren probeert genuanceerd over Japan na te denken. Nou, dat vond ik zo'n goed idee. En ik dacht ook, omdat ze dus al toen het idee hadden van Reuling moet een van de hoofdfiguren in die dramaserie worden. Daarom ook contact hadden, de Japanners contact opgenomen met een Nederlandse producent, et cetera, dacht ik, dat kan een prachtig eerbetoon worden aan mijn vader. Dus toen ben ik gaan uitzoeken wat er nog was. En dat is dus een dagboek over het eerste half jaar dat hij daar was. En toch van mijn vader ruim de helft van zijn brieven en ook nog een heleboel dingen van mijn moeder. Die heb ik uitgetikt en ter beschikking gesteld aan Pieter Verhoef, die inmiddels gevraagd was om de opzet van die film te maken en om als beoogd regisseur. Nou, ook daar was ik buitengewoon gelukkig mee, want ik ben een groot bewonderaar van Verhoef, vooral in zijn historisch verantwoorde dramafilms over Tolstra prachtige films. Dus ik heb dat aan Pieter ter beschikking gesteld en veel met Pieter over gepraat. En het was heel duidelijk dat ik ook dus onmiddellijk het idee had, ik ga hier voor mezelf een boek van maken. Op een goed moment heeft Pieter aan mij gevraagd van, ik ga Kees van Beinum vragen als co-scenarist, dus dat hij mee gaat schrijven aan het scenario. Heb je er bezwaar tegen dat materiaal wat je mij gegeven hebt, dat hij dat ook inziet? Nou, toen heb ik met Pieter erover gehad, van ja, dat is goed, maar ik vraag absolute discretie, want ik wil er zelf een boek daarvan maken. En dat heeft Pieter ook in een mail aan Van Beinum laten weten. En oké, toen was ik akkoord. En Van Beinum is weer gaan schrijven aan het scenario. Maar zonder dat iemand dat wist, niet de Nederlandse producent, niet de Japanse producenten van de film, niet Pieter Verhoef, heeft Van Beinum gedacht van, nou, dit is een mooi verhaal, daar ga ik een roman van schrijven. En dat heeft hij dus vorige afgelopen zomer plotseling aan mij laten weten. Dus van, kreeg ik een mailtje van, ja, ik heb een roman geschreven waar een van de hoofdfiguren geïnspireerd is door uw vader. En moeten we het daar eens over hebben? En toen is hij wel zo attent geweest om een drukproef aan ter inzage te geven. Dus ik heb toen gelezen en gewoon gezien dat hij enige tientallen aanwijzbare dingen uit mijn materiaal genomen had,
om zijn verhaal daarvan te modelleren. Dus geen sprake van plagiaat, absoluut niet, maar hij heeft de verhaallijn gekaapt. Gewoon gekaapt. Is dat jouw uitgelicht. Idee? Ja, heel erg sterk. En wat is het bezwaar daartegen? Nou, het probleem daarmee is dat hij in de publiciteit rond dat boek daarna nogal hoog opgeeft van zijn geweldige research, zijn studiereizen naar Japan, et cetera. Dat waren gewoon reizen, omdat ze gingen overleggen met de Japanners over het scenario. Hij geeft daar hoog van op. Meteen in de eerste interviews vraagt Maarten Mol van het Parool van die hoofdfiguur die Rem Brink heette, dat was toch rechter Bert Reuling. En dat erkent hij dan en gaat over het proces praten. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk inderdaad, de hoofdfiguur van Wijnem heet niet Bert Reuling, maar Rem Brink. En Van Wijnem heeft dus de fout gemaakt dat hij gedacht heeft, ik neem dat proces als achtergrond en het hele proces, alles wat daar gebeurt, dat is correct, gebruik ik dat. Historisch verantwoord vertel ik dat, maar ik til die hoofdpersoon eruit en maak daar iemand anders van. Maar omdat iedereen weet van, ja, dat proces in Tokio, daar was een Nederlandse rechter en die heette Reuling, wordt toch, als mensen dat boek lezen, wordt die vertaalslag, zeg maar zeggen, dat de hoofdpersoon niet Bert Reuling is, die wordt niet gemaakt. En ik vond het dus ten eerste, de kwestie is dat Van Wijnem gewoon schandalig misbruik gemaakt heeft van ter inzage gegeven. Dat is je voornaamste bezwaar. Dat is gewoon, vind ik, hartstikke onfatsoenlijk. En als hij nou gezegd had van, dat ben ik onzorgvuldig geweest. Ik had dat eerder moeten vragen of ik had daar over in overleg moeten treden. Dan had ik het erbij gelaten. Maar hij blijft dus ontkennen dat hij mijn materiaal, nou, hij blijft bijna ontkennen dat hij mijn materiaal gebruikt heeft. En blijft in elk geval het bagatelliseren van, ik heb wat kleine geitjes eruit gehaald. En dat vind ik zo ongehoord kinderachtig. En ja, gewoon niet netjes. Tot in gekke details kun je het doorvoeren. In die drukproef kwam ik dus gewoon iets van 20 punten tegen. Ik zei van, ja, dat is dus gewoon overgenomen uit mijn materiaal. En die heb ik op een papiertje gezet. En we hebben op een gegeven moment een gesprek gehad met zijn uitgever erbij en met mijn uitgever erbij, met z'n vieren. En dat is een bitter gesprek geweest. Daar heb ik hem echt geconfronteerd. Meneer Van Wijnem, u hebt gepikt uit mijn materiaal. Dat was me heel merkwaardig. Ik had niet gedacht dat ik ooit in zo'n soort situatie terecht zou komen, maar dat is gebeurd. Later heeft Koen van Gulik, mijn uitgever, dus ook dat lijstje met punten aan Henk Prupper overgegeven. En daar zaten er allemaal dingen in. En ik heb het nog niet helemaal nagekeken, want toen het allemaal verschenen was, had ik het wel gehad. Maar Van Wijnem heeft allerlei wijzigingen aangebracht. Dus op die manier ook erkend dat hij dingen gedaan had die hij niet had mogen doen. Want als er niks aan de hand is, dan hoef je niet te veranderen in een manuscript. Het meest idiote voorbeeld, laat ik dat nog even noemen. Mijn vader schrijft op een goed moment dat hij had een auto met een chauffeur gekregen in Tokio. En dan zegt hij van, ja, de Packard die we gekregen hadden, die voldoen niet. Die gaan kapot, dus we krijgen nu een Chevrolet. En dat stond letterlijk met die automerken vermeld in het boek van Van Wijnem. En ik had dus een beetje balorig in mijn lijstje gezet van, ja, maak er Fords en Bukes van. Dan is er verder niks aan de hand. Hè. Dan hebben we het keurig gefictionaliseerd. Dat heeft Van Wijnem gedaan. Dus in het boek
kan... Moet je het alles bij elkaar... Hè? Want het is ook een beetje een klein ruzietje bij de dorpspomp. Hè? Ja, Moet je het niet ook zien als een heel mooi eerbetoon aan je vader? Nee, dat vind ik... Dus had het... Ja, nou, laten we wel... Had het kunnen zijn. Maar Van Beinem heeft dus ook van die Rembrink een man gemaakt met buitengemeen moreel verwerpelijk gedrag. Nou, we hebben dat er uitvoerig over gehad. Dat het als kind van je ouders helemaal niet eenvoudig is om over de minder glorieuze kanten van het persoonlijke leven, om daar zonder ontzag dan ook maar weer over te schrijven. Maar Van Beinem is dus in die zin nog een schepje bovenop gedaan. Die dus echt moreel verwerpelijk gedrag bij zijn hoofdpersoon Rembrink beschrijft. Dus het misbruik van Japanse prostituees. En dan niet gewoon prostitutie, maar het misbruiken van uitgehongerde Japanse meisjes die in die noodtoestand na de Japanse capitulatie ook absoluut geen keuze hebben. Hij maakt daar echt wat van. Maar dat is ook wat het literatuur maakt natuurlijk. Ja, dat is waar. En dan ten tweede, hij laat een Japanse vriendin met een kind zitten. En ook dat vind ik... Nou goed, het wordt dan een beetje vergoelijkt in het boek. Doordat Brink niet op de hoogte is ervan dat hij dat meisje zwanger gemaakt heeft. Maar oké, het is toch een Het is eigenlijk vooral de zoon, hè, die hier spreekt. Ja. En niet de historicus. Als ik het goed begrijp. Nee, maar op het moment dat dus in elk interview dat Van Beinem gegeven heeft... het eigenlijk meer over mijn vader ging dan over zijn boek en over zijn hoofdpersoon, dan moet ik toch aan de bel blijven trekken en zeggen, luister eventjes, dit is fictie en niet echt prettige fictie, als je dat als familie over je hoofd krijgt.